Thijs, ja, welkom terug, hè? Ja, dankjewel. Een tijdje geleden, maar voelde weer goed om terug te zijn. Hoe vreemd is dat eigenlijk nu dat je dan hier komt en dat je straks over een paar maanden speel je tegen dezelfde jongens? Ja, best wel een beetje gekke situatie, maar ja, het blijft een potje voetbal, dus ook weer niet te veel aan trekken. Nee, maar goed, je had natuurlijk AAC ook de das om kunnen doen en dat je volgend jaar met hun misschien wat lager zou kunnen gaan spelen. Heb dat door je hoofd heen gespookt? Nou ja, dit is een wedstrijd op zich. Ik bedoel, er zijn geloof ik nog 12 wedstrijden. Dus het hangt niet af van deze wedstrijd. En ik speel nu eventjes voor Terleden en dan doe je gewoon je uiterste best voor Terleden natuurlijk. Hoe komt het nou zo dat je wel bij Terleden bent terechtgekomen en niet bij AAC? Dat je zegt van nou, ik had misschien het laatste half jaar bij AAC mee kunnen lopen. Ja, had gekund. Maar bewuste keuze eigenlijk. Ik wil graag volgend jaar gaan bouwen met AAC. En ik dacht dat het voor nu beter was om bij Terleden te gaan spelen. Deze wedstrijd. Tevreden zelf over deze wedstrijd? Ja, 0-2 gewonnen. Ja. Ik denk dat we kans hadden op 0-3, 0-4, misschien wel 0-5. De keeper van ons houdt nog één goede bal eruit. En ja, eigenlijk een redelijk goede middag voor ons. Je had Koen van de Hoek, had je aardig je nek huigen, hè? Ja, ik vroeg hem nog of hij vanavond mee ging naar de disco, maar daar had hij nog geen antwoord op gegeven. Nee, ik zei in beslag al, als straks Thijs aan het toilet gaat, dan gaat hij nog wel mee. Ja, nee, dat was denk ik een bewuste afspraak en dat heeft hij aardig uitgevoerd. Helaas voor hem niet beloond met 3 punten. Thijs, even terugkijken naar jouw afgelopen periode. Je hebt Aden Den Haag, Dordrecht, je hebt in Cyprus gezeten. Toen hebben we nog een keertje met de voetbalkantine gedaan. Ierland, welke periode kijk je het meeste leuk terug? Nee, de gehele periode. Elke periode heeft hele waardevolle herinneringen. En ik hoop die volgend seizoen met AAC ook te gaan maken. Heb je toch nog niet overwogen om misschien toch aan te sluiten bij een ploeg in de keukendivisie? Nee, eigenlijk bewuste keuze om... Om mijn rol als profvoetballer eigenlijk aan de kant te schuiven en te gaan bouwen aan een normaal leven. Hoezo een normaal leven? Want ik weet dat wij natuurlijk contact hadden toen je in Cyprus zat. Dat was volgens mij ook hartstikke leuk. Mooi weer, zei je. Kom maar een keertje hierheen. Nee, ik heb onwijs genoten. Maar op een gegeven moment 25, mijn vriendin 26. Ja. Dan kom je in een fase dat je andere dingen ook gaat afwegen. En super mooie tijd gaat in het buitenland. En ja, nu hebben we een huis gekocht hier vlakbij. Volgend jaar op het fietsen hier naartoe. Ja, dus ook dat is een bewuste keuze geweest. En daar kijken we gewoon uit. Ja. Volg je Dordrecht nog? Want die doen het nu wel heel erg goed. Altijd onderin bungelen en nu staan ze bovenin, hè? Ja, ik volg het zeker. Oud teamgenoot Schuurman is nog steeds druk actief bij Dordt. En leuk om te zien dat ze het goed doen. Maar ik volg eigenlijk allemaal oude ploegen wel, hoor. Dus, ja. Thijs, Terleden, die doen goede zaken met deze overwinning natuurlijk. Die hoeven eigenlijk niet meer naar beneden te kijken. Ja, deze competitie ligt ook dicht bij elkaar. We hadden na Purmerstein, dacht ik, een goed momentum eigenlijk. Alleen dat lieten we gelijk de volgende wedstrijd weer afweten. Dus ja, weet je, we bekijken dit gewoon als een mooie overwinning. En van de volgende week gaan we weer gewoon volle focus naar Alfse Boys. Ja, want dan ben je weer tegen bekende spelers ga je spelen. Ja, klopt. Ja, ook daar ken ik een aantal jongens natuurlijk. Ja. Dus nee, even in het Alfse. En dat bevalt tot nu toe prima. De plek waar je vandaag speelde, is dat ook de plek die ambieert volgend jaar bij AAC? Dan moeten we kijken hoe de invulling gaat zijn volgend jaar bij AAC. Ik hoop alleen dat Koen dan met mij speelt en niet achter mij aanloopt. Er zal misschien alleen op de training gebeuren. Ja, wie weet, wie weet. Oké, Thijs, dankjewel en succes. Ja, super.